Nu met Maconda. Met de eerste score. We moeten het dus wel zonder scoreborden doen hier. Aan de overkant wel een klein scorebord. Waar nu 2-3 op komt te staan. Goeie actie van die nummer 67, Grimon Pré. Ja, dit is vrije doorgang voor Moors. Perry die gemiddeld bijna 13 punten per wedstrijd scoort dit seizoen. Hier de no-look pass van Maconda Moors. Die daar niet op had gerekend en daar de dunk. Nummer 22, Devondre Perry. Doet Leeuwarden pijn. Hier assist van Burnett op Perry. Nou, dit doet hij heel simpel. Vindt daar de vrijstaande Jaden Gardner. Met nummer 1. Mooie fadeaway jumper hoor van Gardner. Hij de topschutter van de Belgen die binnen de lijn is gekomen zojuist. Scoort gemiddeld dit seizoen 15,5 punt. Jaden Gardner, die nummer 1. Amerikaan. En hier scoort hij ook. 27. Nee. 11-26. Assist dus voor Dorsen. Die niet zelfzuchtig is. Hier Warner. Warner, zo. Die vindt het gaatje. Ja. De zijkant gezocht. Daar komt Grimon Pré naar binnen. Oh, goede blok van Dorsen. Kauke. Niet de eerste dunk van de bezoekers. Dat doet toch een beetje pijn. Eerder hebben we dus twee dunks gezien. In het voordeel van Kortrijk met nog kleine 7 minuten tot aan de rust. Beide coaches kijken toe. Van Sliedrecht doet dat op één plaats staand. Coach van de Belgen die veel beweegt. Gardner die weer scoort. 23-37. Maconda. Mooi hoor. Ja, ja, ja. Daar is hij dan. Het verschil binnen de 10 punten krijgen. Die denkbeeldige drempel. Warner, Warner, Warner. Ja. Kijk omlading bij Warner. Met zijn dunkje. 29-37, het moment is weer aan Leeuwarder zijde. 8 punten, het verschil. Dorsen die daar de fout krijgt. De eerste rebound van de wedstrijd. Nu Warner met een drietje, Warner met een drietje naar de ring. En daar schitterend Adrian Delf. Ja, mooi hoor, die bank veert helemaal op. Maar er wordt wel gemist. En dan is daar Devondre Perry met zijn derde dunk van de dag. Waar Leeuwarden 7 van de 9 in Nederland werd. Delf, Delf van ver. Ja, die is lekker hoor. Oh, de vrije doortocht en de score van Niels de Ridder. Zitten we halverwege de wedstrijd. Mooi flotertje van Maconda op Moors. Kortom, een bliksemstart. De tweede helft. Ja, Maconda. Heerlijk. Oh, kijk eens zeg. Deze Jamarius Burton. Een van de 5 Amerikanen bij de Belgen. Goeie stiel. Nu moet LWD weer even bekomen van de euforie. Want Perry. Dus blijft het verschil 4 punten voor de Belgen. Goeie bal van Devondre Peters. Devondre Perry moet ik natuurlijk zeggen. Met het opdribbelen van Koeken. Kauke. Daar een goede steal van Roddy Peters. Roddy Peters, maak het maar af. Oh, die mist. Maar dan is ze zelf nog. Naar Damswald.
Gardner, veel ruimte. Gardner, ja, die moet je hem niet geven. Een drietje voor de Amerikaan. Zijn eerste drie punten voor vandaag. Komt daarmee op 14 punten. Gardner daar. Mooi gedaan door het elf. Delft maakt er 74-74 van. Het is ongemeen spannend. Devondre Perry. Die gemiddeld 13 punten scoren tot nu toe. En hier Warner dan met een drietje. Slim balletje op Gardner. Gardner tegenover Dorsen die toch kop groter is. Maar toch ziet dat Gardner scoort. Oh ja, mooi hoor. Mooi afgemaakt van Atkinson. Goeie assist. Aan op 12 punten. 1 rebound, 4 assist. Perry. Ja, die vindt daar Atkinson. En die dunkt. Van de Leeuwarders die de rug nu moeten rechten. 5 punten achter. 5 minuten te gaan. Met Makonda op avontuur. Makonda met een flotertje. Ja, zich slim vrijgespeeld. Zijn inzet mist. Snel. Ja, mooi hoor. En afgemaakt door Gardner. Met een fantastische assist ook van Seppe Despalier. 85, 5 punten, 3 minuten. Wat kan LWD nog? De rug moet gerecht worden, de borst moet vooruit. En dan heb je daar de tegenstander. 2 minuut 49 en 7 punten achter. Daar, Morse, die doet dat heel slim. Ziet Perry aan zich voorbij glijden. En dat in net iets meer dan 18 minuten voor de Nieuw-Zeelander. Daar de score van Poerde. Zo, Devondre Perry ziet het gaatje en kan voor de vierde keer dunken. Het glipt weer door de vingers. 83-91. Mooie actie hoor. Ja, schitterend afgemaakt van Niels de Ridder. En dan is het gespeeld. Beers. Daar, Delft. Er gebeurde van alles vandaag. Maar uiteindelijk kon LWD te kort pieken. LWD dat na rust bezig leek aan een sensationele inhaalrace. Maar op het moment dat je dacht, nu gaan we uitlopen.